En dat klopt, ik heb het even nagekeken. Radice Narijn reed straks in de vorige rit ook tegen de 200 meter. Ook tegen Jeroen Geerts. Dus een herhaling voor zetten, maar nu is het de finale. Dus nu is het alles bepalend wie straks de snelste tijd heeft gereden. In ieder geval van deze twee. Latesha met 92 en 298 met Jeroen Geerts. Kijken we naar de finishlijn. 20, 2, 4.